Welkom. We gaan vandaag kijken naar de ruimtelijke bouw van moleculen. En we gaan kijken naar isomeren en cis- en trans-isomeren. Even een stap terug, isomeren, die kennen we natuurlijk al. Hè? Je hebt hier bijvoorbeeld een molecuulformule C2H6O. En daar kunnen we twee verschillende moleculen mee maken. We kunnen namelijk methoxymethaan kunnen we maken, een ether. En we kunnen een alcohol maken, ethanol. Ja, die zien er echt anders uit, hebben een andere vorm, hebben een andere structuur. Maar hebben toch dezelfde formule. En dat zijn isomeren. Die kennen we gelukkig al, ja, uit de vierde. Vandaag gaan we kijken naar cis- en trans-isomeren. En dat zijn isomeren die ook natuurlijk dezelfde formule hebben. En die zien er dus ook echt anders uit. Wat is daarvoor nodig? Er is een starre binding nodig. Die heb ik hier met die blauwe pijl weergegeven. En in dit geval is dat een dubbele binding. En die starre binding die zorgt ervoor dat in dit geval de fluor van die 1,2 difluoretheen tegenover elkaar zit. En in dit geval aan dezelfde kant van die dubbele binding. Dus dat is echt een ander molecuul. Ja, we kunnen deze starre binding, die is star. Dat is dus het tegenovergestelde van flexibel. Die kunnen we niet draaien. Dus als die fluor aan beide zijden van die dubbele binding zit, ja, dan blijft die daar zitten. En als die daar niet zit, dan blijft die daar ook zitten aan weerszijde van die dubbele binding. We noemen deze dan dus trans 1,2 difluoretheen. En dit is cis, ja, want ze zitten aan de beide zijden. Ja, trans of cis. We kunnen nog een situatie kunnen we zien, ja, waarin we ook een starre binding hebben. En dat is dan een cyclobinding, zoals je dat hier ziet. Ja, een cyclische binding. En we zien hier 1,2 dibroomcyclopropaan. Ja, 3 C-atomen. En nou zie je dat ik hele lelijke, dikke strepen, bindingstrepen heb getekend. En ik heb hier even een model. Dit, hè, is een driehoek. En wat wil ik daarmee laten zien? Dat het punt van die driehoek naar jou toe komt. Dus die punt, ja, van die driehoek, van dat cyclopropaan, die komt naar jou toe. En je ziet hier in de linkertekening, in de cis-versie, dat de broomatomen, ja, allebei aan de onderkant hier dus hangen van mijn driehoek. En je ziet in de trans-versie dat het broom aan de ene C-atoom zit die naar onder en in het andere C-atoom zit die naar boven. Dus trans aan weerszijden. Ja. Dus het hoeft geen dubbele binding te zijn, maar het moet een starre binding zijn. Twee voorbeelden, dus goed kijken, ja, want de vraag zal vaak zijn van wanneer kunnen we hier een cis of trans isomeer maken. Dan moet je dus kijken naar, kan ik hier een dubbele binding zien of kan ik een cyclische binding, heb ik dat, dus een starre binding, en heb ik twee dezelfde deeltjes, groepen, ja, het zijn hier fluor of broomatomen. Het wordt vaak met halogenen gedaan, maar het kunnen dus ook verschillende groepen zijn. Dat je allebei een OH-groep of een zuurgroep hebt. Oké, dan is het volgende, een spiegelbeeld isomeer, is nog weer een vorm van isomeren. Wat is nou een spiegelbeeld isomeer? Nou, ik zeg het hier al, je linker en je rechterhand, dit zijn elkaar spiegelbeelden. Je kan die linker en die rechterhand nooit op zo'n manier op elkaar liggen dat ze precies op elkaar passen. Want het is het spiegelbeeld. Dat hebben we ook in een 3D-structuur. Dat hebben we gezien, dat moleculen een 3D-structuur hebben. Die hebben een ruimtelijke vorm. Ja, en in die ruimtelijke vorm, vaak zijn dat tetraeders. Ja, wat blijkt dan zo te zijn? Dat we spiegelbeelden hebben. We hebben bijvoorbeeld links en rechts draaiend melkzuur. Ja? Ik heb hier een pak yoghurt. Ik ga het even erbij pakken. Ik heb hier een pak yoghurt en dat is yoghurt waarin dus staat, even denken, waar staat dat? Dat staat hier, ja, dat het rechtsdraaiend melkzuur bevat. Ja, wat is dat nou, dat rechtsdraaiende melkzuur? Nou, dat rechtsdraaiende melkzuur, dat is één van de twee spiegelbeelden van melkzuur. Ja, we zien hier melkzuur getekend, ja, 3 C-atomen, een zuurgroep en een OH-groep. Ja, dit is melkzuur. En je ziet hier een sterretje bij dat C-atoom. Want dat C-atoom, dat noemen we een asymmetrisch
C-atoom, die heeft 4 verschillende groepen om zich heen. En omdat die tetraedisch is, kunnen we daar dus een spiegelbeeld van maken. En dat spiegelbeeld ziet er dan uit dat hier heb ik dat OH naar beneden getekend. En dat kan dus ook omhoog zitten. Als je één van die twee versies hebt, dus je hebt of het linksdraaiende of het rechtsdraaiende, ja, dan waar komt dat dan vandaan, dat links- of rechtsdraaiend? Nou, dat één van die twee spiegelbeelden, die zorgt als je daar gepolariseerd licht doorheen schijnt, op een 100% ja, linksdraaiend melkzuur, dat het licht een fractie naar links toe afbuigt en bij rechts naar rechts toe afbuigt. Meestal, ja, hebben we in een situatie waarin dat licht helemaal niet buigt, dan hebben we een 50-50% verdeling van het linksdraaiende en het rechtsdraaiende molecuul. En dat noem je een racemisch mengsel. Dat is dus optisch helemaal niet actief. Goed, die linker en die rechterhand dus. Wat hebben we dus nodig? We hebben een koolstofatoom nodig met 4 verschillende groepen daaraan gevormd. En dat noemen we dan een asymmetrisch koolstofatoom. En hier heb ik nog een voorbeeld. 1 chloorethanol. Ja, en je ziet hier dat koolstofatoom, dat zie je getekend weer met een sterretje. Ja, en je ziet dat daar 2 spiegelbeelden voor te maken zijn. Links en rechts draaiend. Goed, dit is denk ik ontzettend handig als je op school bent in het lokaal om te kijken, kan ik zo'n bouwdoos vinden? Kan ik een paar van die moleculen, kan ik die maken? Want dan krijg je een betere voorstelling van. Maar het belangrijkste voorbeeld heb je natuurlijk altijd bij je linker en je rechterhand. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Vind je het lastig of wil je een opmerking maken of een vraag stellen? Beneden in de comments natuurlijk. Ja, en anders dan misschien wil je subscriben of ja, in ieder geval heel veel succes. Even mijn rechtsdraaiende melkzuur erbij pakken.